een nieuwe video. Mijn naam is Julie en zowel de seizoensfinale van Thuis als Familie komen steeds dichterbij. Beide soaps hebben een bewogen jaar achter de rug en de laatste weken stijgt de spanning stilaan voor dé aflevering van het jaar, namelijk de seizoensfinale. Stams en stoppen zijn aan het doorslaan. Hoe hij reageert op de relatie van Maarten en Evie is nogal speciaal. Ik dacht dat hij zou wachten tot de seizoensfinale om iets te proberen, maar vrijdag wou hij Evie aanrijden. Maar Stan bedacht zich op het laatste nippertje en hij probeerde Evie te ontwijken, waardoor hij Hanna heeft aangereden. Volgens de informatie die we momenteel hebben, ligt ze in coma. Of houden de dokters haar in coma. Eerlijk, de aflevering van vrijdag was gewoonweg seizoensfinaal waardig. En de echte seizoensfinaal moet nog komen. Dat belooft. Heeft Stan zijn lesje geleerd of komt Evie toch nog aan de beurt? Het antwoord krijgen we vast en zeker in de seizoensfinale van Familie. Lars en Veronique, dat is verleden tijd, hè. Of niet? Lars lijkt toch niet helemaal gelukkig te zijn met Marie. En Veronique is ook niet echt van plan om haar relatie met Matthias een nieuwe kans te geven. En onlangs postte Sandrine André, de actrice die Veronique speelt in Familie, deze foto op Instagram. Met een mysterieuze man naar het buitenland. Als we de hashtags mogen geloven, gaat het over een van de toekomstige verhalenlijnen van Familie. Maar is de mysterieuze man wel Lars? Hopelijk krijgen we binnenkort het antwoord. Enkele minuten voor hij met Stefanie zou trouwen, werd Ayo in elkaar geslagen door enkele racisten. Daardoor kon het huwelijk helaas niet doorgaan. Maar misschien krijgt hij wel een herkansing. Tijdens de seizoensfinale bijvoorbeeld. Nu Guido en Emma hun biologische dochter hebben gevonden, besteden ze uiteraard wat meer tijd met haar. Ook Lucas, de biologische papa van Mila, doet hetzelfde en hij gaat met Mila naar de zee. Nu, wanneer hij op het afgesproken uur niet komt opdagen met Mila, maken Emma en Guido zich een beetje zorgen. Is Lucas er vandoor met Mila of staat hij gewoon in de villa? Hoe dan ook, de komende weken worden extra spannend in Familie en de seizoensfinale gaat gewoon knallen. Over naar Thuis. Ook dit seizoen kregen heel wat personages het hart te verduren. Maar welke bom zal ontploffen tijdens de seizoensfinale? Enkele maanden geleden werd er bekendgemaakt dat het personage Mayra de soap zou verlaten. Een tijdje geleden beviel ze van een dochter die ze meteen na de geboorte verwisseld heeft voor een ander kind. Zoe, het dochtertje dat Mayra samen met Waldeck opvoedt, kreeg enkele dagen geleden hevige koorts. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis en na enkele tests bleek dat de bloedgroep niet overeenkwam met eerder genomen stalen. Zal de babywissel uitkomen? Dat Mayra ze niet alle vijf meer op een rij heeft, dat weten we al langer dan vandaag. Maar wie vorig seizoen ook zot werd verklaard, is Julia. Ze verblijft al enige tijd in een instelling, maar laat sinds kort weer heel wat van haar horen. Brieven, telefoontjes, zelfs een krans op de begrafenis van Luc. Is Julia nu uitgespeeld of mogen we nog een joker van haar verwachten in de seizoensfinale? Misschien ontsnapt ze wel uit de instelling, wie weet. Ik denk dat we mogen stellen dat Dr. Judith het personage is die het hardst te verduren heeft gekregen dit seizoen. Op haar trouwdag ontdekte ze het overspel van haar kersverse echtgenoot, waardoor haar relatie met Stan, haar zoon, onder vuur kwam te staan. Zo erg zelfs dat Stan zich nu wil laten adopteren door Tom, de ex van zijn moeder. Nu, volgens mij zal die adoptie nooit plaatsvinden. Stan zal op tijd wel inzien dat Judith de slechtste nog niet is. En een kleine voorspelling, denk ik, misschien niet voor de seizoensfinale, maar toch volgend seizoen, Judith en Jacques, de zwemcoach van Jorn. Ik vermoed dat die twee misschien toch wel een koppel zouden kunnen vormen. Misschien niet in de seizoensfinale, dat is wel rap. Maar het zal er zeker wel van komen, denk ik. En ja, over de liefde gesproken, Kobe en Kaat. Dat vuur is nog altijd niet gedoofd, hè. Iedereen ziet het, zelfs Simon. Zullen ze ooit nog een koppel worden, na alle gebeurtenissen? Misschien een klein kusje in de seizoensfinale. Onthoud één ding, alles kan in soapland. De seizoensfinale van Thuis vindt plaats op donderdag 14 juni. En de seizoensfinale van Familie normaal gezien op vrijdag 29 juni. Maar de datums kunnen nog veranderen omwille van het WK. Dus hou zeker hun Facebookpagina in de gaten en geniet van de seizoensfinale. Dit was de video voor vandaag. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer en tot de volgende keer. Bye bye.